Het is winter en bij winter wordt schaatsen. We zijn vandaag op de schaatsbaan in Sittard, waar de Laco Eaters Limburg aanwezig zijn om het schaatsen in een positief daglicht te zetten. En hebben jullie ook al de Eaters een handje gegeven? Nee, dat willen we niet. Waarom niet? Want we zijn zelf de Eaters. Ja, ja. Hoe lang speel je al ijshockey? Al 1 jaar of 3 maanden. En ik vind het hartstikke leuk. Ik zit nu in de U8. En ja, we doen allemaal leuke spellen. Daar moeten we weer trainen. We spelen samen met jongens en met meisjes. En waarom zijn jullie vandaag hier? Om te laten zien hoe leuk ijshockey kan zijn met jongens en met meisjes. En vind je het leuk vandaag? Ja. Waarom zijn jullie vandaag hier? Nou, we zouden vandaag het ijshockey promoten in Sittard, in de stad. Maar we kunnen helaas niet met sticks en pucks op het ijs, omdat de boarding iets te hoog is. En dan zouden de pucks onder de boarding heen gaan, en dat is niet de bedoeling. Maar we zijn hier wel voor de Eaters te laten zien. We zijn allemaal spelers van de Eaters en je ziet toch dat er animo voor is. Er zijn genoeg jeugdspelers gekomen om met ons rond te schaatsen. En gaan jullie dit ook op meerdere plekken doen? We hebben dit gedaan in Maastricht, in Horst. En vandaag zijn we in Sittard. Oké, mooi. En denk je dat veel kinderen nu ook gaan ijshockeyen? Nou, ik denk wel dat het goed is om dit te promoten. Hè? Ze vinden het toch allemaal chic. De kinderen zijn allemaal enthousiast. Dus ik denk wel dat het een goede reclame is voor de sport. En hoe gaat het nou met de Eaters in de competitie? Oh, het begint te lopen langzaam. We hebben een moeilijke start gehad, maar langzaam komen we erin. En op het einde van het jaar worden pas de prijzen verdeeld. Dus ja, we zullen afwachten inderdaad. Ja, ja. Dus nog genoeg kansen dit jaar? Zeker weten, alle kansen zijn nog daar. Het seizoen is pas net begonnen, dus ja, we zullen zien waar het eindigt. Ja. Ja.